In onze strategie voor succes 2016 en 2020 hebben we uitgezet dat wij onze reserves, oliereserves, willen vergroten. Daartoe hebben we dus studies gedaan en we hebben gezien dat in het Neersoorgebied er traps, zeggen wij dat, dat zijn vallen waarin olie zou kunnen voorkomen, prospects. En wij willen middels het boren van deze exploratieputten testen of wij gelijk hebben. Het Nearshore Drilling Project van Staatsolie, dat zo meteen in april van start gaat, bestrijkt een periode van 10 maanden. En het is een vrij groot project. Het is boren in water voor de kust van Suriname en tot een waterdiepte van ongeveer 25 meter. Vooralsnog hebben we gepland 9 exploratieputten te boren. Het is een project waarbij Staatsolie volledig voor de financiering inkomt. Het boorplatform heeft een lange weg afgelegd. Het is midden februari vertrokken vanuit Mexico aan boord van een gespecialiseerd transportschip. Dan is het omstreeks eind februari aangekomen in Trinidad. Daar hebben ze het boorplatform te water gelaten. En na een grondige inspectie hebben ze het met 2 grote sleepboten vanuit Trinidad naar Suriname getrokken. En op 24 maart is het boorplatform op de locatie aangekomen waar dus de eerste boorput zal worden aangelegd. En dat is ongeveer op 40 kilometer van de kust, ter hoogte van Saramacca. De boringen zullen worden verricht door een contractor die heet Seadrill. Er zijn nog 2 andere hoofdbedrijven betrokken bij dit project. Dat is met name de logistieke contractor. Dat bedrijf heet MedSurf. En de andere contractor is Halliburton. En zij leveren dus gespecialiseerde services aan boord van het boorplatform. Er zijn enkele Surinaamse bedrijven indirect betrokken, waaronder bijvoorbeeld Kuldeep Singh. Zij zijn een onderaannemer van MedSurf, dus een logistieke contractor. En Kuldeep Singh die heeft dus de haven van waaruit de bevoorrading plaatsvindt. Bij exploratie hebben we inderdaad verschillende stappen en we beginnen altijd met de beschikbare data. Die data wordt dan geanalyseerd, met elkaar in verband gebracht en zo komen we dan tot afgebakende gebieden waar olie gevonden kan worden. Maar als je olie vindt, dan wil dat nog niet zeggen dat we al weten dat het winbaar is. Daarna volgt er nog een tweede fase om de productiepotentie te bepalen. En ook de werkelijke volumes die we daar hebben aangetroffen. We zijn eigenlijk al 2 jaar bezig met de voorbereidingsfase van dit project. Het eerste jaar was met name gericht op het uitvoeren van een milieueffectenstudie, waarin dus de milieueffecten zijn onderzocht van wat zo'n boorproject teweeg zou kunnen brengen voor de natuur en de mens. Want we hebben natuurlijk ook veel vissersgemeenschappen daar. De adviezen die uit die studie gekomen zijn, hebben wij meegenomen. En het afgelopen jaar hebben we ons toegelegd op het ontwerp van de verschillende boorputten, het bestellen van de materialen en heel belangrijk de tender en het sluiten van de grote contracten. En de afgelopen 3 maanden van dit jaar was dus eigenlijk de voorbereiding en de mobilisatie van de aannemers en de contractors naar Suriname. Om te kunnen boren tijdens het Nearshore Drilling project van 2019 moest er een vooronderzoek van de ondergrond worden uitgevoerd in het Nearshore gebied. Tijdens dit onderzoek is er seismiek geschoten. Dat houdt in dat er geluidsgolven de ondergrond zijn ingestuurd en deze geven dan een beeld van de ondergrond.
De belangrijkste redenen voor dit onderzoek zijn om na te gaan waar het ondiep gas in de ondergrond voorkomt, om zo veilig mogelijk te kunnen boren tijdens het project. De boormonsters die genomen zijn per locatie zijn bestudeerd in een lab. En de resultaten zijn dan gedeeld met Seadrill om te weten hoeveel kracht er nodig is om de boorpoten van de rig weer uit de ondergrond te kunnen halen. Gedurende de voorbereiding van het project, en dat doen we nog steeds, hebben we verschillende stakeholders meetings gehouden. We hebben dat gedaan voor het publiek in Paramaribo, maar we zijn ook ter plekke gegaan. Dan moet u denken aan de vissersgemeenschappen te Kommerwijnen, te Boskamp en ook Nikeri en Koroni. Daar zijn we een aantal keren langs geweest om met de mensen ter plekke te gaan praten, om uit te leggen wat er gaat gebeuren en wat ze kunnen verwachten. Mijn verwachtingen met betrekking tot dit project is dat het met name veilig gebeurt. In de eerste instantie voor de mensen die deelnemen aan het project. Dat iedereen heel huis terug naar huis gaat, precies zoals hij is gekomen. Tweede, dat het milieu onaangeroerd blijft. Dat we het precies zo achterlaten zoals we het hebben aangetroffen. En ten derde, dat het allemaal gebeurt binnen de vooropgestelde tijd en het budget. Want dat is uiteraard ook belangrijk. Als we dat allemaal hebben gedaan, dan is het op zich een succesvol project. Als we olie vinden, dan is het natuurlijk helemaal prachtig. De kans op succes voor de 9 putten die we gaan boren, waarbij we de verschillende potentiële gebieden gaan testen, ligt tussen de 10% en 27%. Nadat we een oliefonds hebben gedaan, volgen er een aantal stappen. Eén daarvan is een appraisal fase, waar we de productiepotentie en het volume beter in kaart brengen en vaststellen wat de werkelijke volumes zullen zijn die ontwikkeld kunnen worden. Daarna volgt weer een development voorbereiding of ontwikkelingsfase waar je alles moet gaan voorbereiden voordat je zo'n veld tot ontwikkeling kan brengen. En dat kan zo'n 5 jaar duren. Het boren in water, dat is niet zo makkelijk, is veel complexer dan het boren op land. Je hebt te doen met golven, weersomstandigheden, dat heb je niet in de hand. De kosten zijn veel hoger op dagbasis, dus je kan je niet veroorloven om stil te staan. Onze teams hebben geweldige inspanningen gepleegd en hebben echt hele lange uren gemaakt en maximaal ingezet om alles voorbereid te hebben zodat we een goede start maken met het programma en werkelijk ook successen gaan boeken. We zijn heel erg trots op onze mensen en we hopen dat we gezamenlijk het succes realiseren dit jaar. Het is een enorme uitdaging en het is een enorme eer om dit te mogen doen. Zoals wij dat geloven, dat het het begin is van een nieuwe toekomst voor Staatsolie, maar ook voor Suriname. En het is een stukje pionieren. En het is altijd prachtig als je daar deel van mag zijn. Ik ben zeer positief gestemd. We hebben een proces gevolgd. In geologische termen heet dat play-based exploration. Zeer stringent proces, workflow, die overal in de wereld door grote maatschappijen worden gebruikt. Dat hebben we toegepast en we zijn content ermee dat we zeker weten dat we toch wel succes zullen hebben.